gevonden onder worden geplaatst. Dan gaan we kijken naar koers nummer 8. Satsendar. En een heel mooi vertrek eigenlijk voor alle honden met zijn viertjes. Dan gaan ze naar de eerste bocht in. Maar dan komt die Black Bullet uit België naar de eerste plaats. Goed gevolgd door Big Panther. Op een tweede plaats, derde plaats en vierde plaats worden zeer zwaar omgestreden. Het is wit aan de binnenkant. En het is het zwarte rendekje aan de buitenkant. Maar die Black Bullet die heeft die koppositie ingenomen. En hier op het laatste rechterstuk komt daar nog verandering. We wachten even op de jury. Onder het blauwe rendek Black Bullet in een tijd van 22.61. Als tweede onder het rode rendek Big Panther 22.81. Als derde honden wit 9 in een tijd van 23.46. En als vierde Valor van de Formule Bok in een tijd van 23.79. Volgens uw programma 2-1-3-4 binnen de tijd voor Black Bullet 22.61. Dan gaan we nu kijken naar koers nummer 9. Onder rood Erika van de familie Berkenbos. Onder blauw 2 Vico van de familie mevrouw Tiemensen. Onder blauw 3 Vancouver van de familie Kasteleins. En onder zwart 412 van de familie Van de Werde. En naar koers 8 gaan we door naar koers 9. Dus langzaam ingereden houden voor koers nummer 9. Ja, die hebben we nu. Koers 8, 9. Ja, dan gaan we naar koers nummer 10. Rosie onder rood. Uta Baruka onder wit. En Wilma onder zwart. Start vrij voor koers nummer 9. Ik hoor de deuren dicht slaan. En dan zijn de honden vertrokken. Met weer een heel mooi vertrek voor die hond. Blauw en rood. En Rico en Vico naast elkaar. Daar komt toch die hond onder het rode rendek. En Rico die komt er als eerste uit. Goed gevolgd door Vico op een tweede plaats. Maar Vico krijgt de aanval van 12. En ook die Vancouver ligt op het vinkertouw. De koppositie voor Rico die is weg met heel veel schuiven aan elkaar. En dan gaan we kijken hoe komen ze hier over de streep. Dat hoort hij zo van de jury. Uitstartkoers nummer 9. Als eerste kwam over de strip Enrico van de familie Berkenbos in de tijd van 22.54. Als tweede was 12 van de familie Van de Werde, 22.73. Als derde Vancouver van de familie Kasteleins, 22.77. En als vierde Vico van mevrouw Tiemensen, 22.92. Volgens uw programma 1-4-3-2. Binnen de tijd voor Enrico 22.54. Rosie, Uta Baruka en Wilma. Dan zijn ze vertrokken. En een mooi vertrek daar voor die hond onder het rode en het witte rendek. Rosie en Uta Baruka. Aan de buitenkant is Uta Baruka. Die pakt daar die koppositie, moet in de binnen gaan. Ook Wilma zit er op het vinkertouw met z'n drieën daar heel mooi tegen bij elkaar. Dan is het toch die Uta Baruka die koppositie overwint. Nee, hij gooit het gat dicht voor die Rosie. En dan gaan we kijken, hoe komen ze hier over het vinkertouw? Oei, met z'n drietjes naast elkaar. En die afslag krijgt hij zo van de jury. En deze hele mooie koers, luister even naar de tijd. Als eerste Uta Baruka, 22.87. Als tweede Rosie, 22.92. Als derde Wilma, 22.95. Volgens uw programma, 2 niet gestart, 1-3 binnen de tijd, 22.87. Dit was koers 10, dan gaan we dus nu door naar koers nummer 12, de Wippelstrooien. Tankurai onder het rood, familie Porai uit België, onder blauw 10 van de familie Brok. Onder wit Tarassa Bomba van de familie De Jager uit België. En onder zwart hier Charles Stieter ook van de familie Yannick, ook uit België. Start vrij voor koers nummer 12. En daar zijn ze vertrokken met z'n viertjes daar naar die eerste bocht. Aan de binnenkant zien we de blauwe rendek hier van 10.
tent aan de binnenkant en dan zien daar die tankoerij aan de buitenkant. En dan is toch kunnen dat horen en dat ik in één keer gooi die eventjes die verstelling erop en pak op nummer 1. Heel mooi voor die hond onder blauwe te zwitten op een derde plaats, Tarasa Bomba op een hele mooie derde plaats. En voor zwart is dat die vierde pack. De officiële uitslag krijgt u van de jury. Dan gaan we nu uitslag van koers nummer 12. Als eerste kwam over de streep de hondenrunde rond de rode rendek. Tankurai in de tijd van 21.92. Als tweede was de hond onder blauw ten van de familie Brok, 21.96. Als derde Taras Bomba van de familie Jager in 22.42. En als derde Show Stealer in de tijd van 23.40. 1, 2, 3, 4. Binnen de tijd 21.92. Dan gaan we nu kijken naar koers nummer 13 onder het rode rendek. Barbarossa van de familie Ruijs, onder blauw 2 Moos van de familie Keulemans en onder wit 3 Oege van de familie De Laert. De start is vrij voor koers nummer 13. Daarna gaan we de koers nummer 4 en dan gaan we vlakken. Staat vrij. En dan zijn ze vertrokken met z'n drieën. Het hele veld klapt er in elkaar in de eerste bocht, maar dan is toch die hond blauw. Moos. Moos pakt die koppositie. Heel mooi gevolgd door Ugge op een tweede plaats. En Barbarossa zit aan de buitenkant. Die gaat er nu eventjes versnellen. En die gaat die aanval misschien nog inzetten op Moos, maar Moos heeft wel een hele mooie voorsprong. We krijgen zo de uitslag. Uitslag koers nummer 13. Als eerste kwam over de strip Barbarossa in een tijd van 22.61. Sorry, mijn fout. Als eerste kwam over de strip de honden onder het blauwe rendek Moos van de familie Keulemans, 22.11. Als tweede was Barbarossa in 22.61. Als derde was Oevo in 23.15. 2-1-3, winnende tijd 22.11. Dan hebben we nu nog één koers, de Greyhound. Nee, sorry, koers nummer 4. Koers nummer 4, kom aan de stad. Brittany onder rood. Viper onder blauw. En Janita onder het zwart rendek. En de start is vrij voor koers nummer 4. Van de familie Willems, Viper van de familie Hulstein en Janita van de familie Feitel. Na deze koers gaan we vlakken. Dat is vrij. En dan zijn ze vertrokken. Oei, onder de blauwe rendek Viper. Die pakt daar een heel prikstart en pakt gelijk een beetje voorsprong. En goed gevonden door die Brittany en Janita. Die liggen daar op het vinkertouw en dan gaan we kijken. Hoe gaan ze daar die derde bocht in? Dan komt in één keer dat rode rendekje die van die van Brittany. Die komt er buiten omheen. Nee, ik zit verkeerd te kijken. Maar goed, wij wachten even rustig op de uitslag van de jury. En dan krijgt u van mij de uitslag van koers nummer 4. Als eerste kwam over de streep de hond onder het rode rendek Brittany van de familie Willems in een tijd van 23.10. Als tweede was Viper van de familie Hulstein in 23.16. En als derde was Janita van de familie Veitel in 23.48. Uitslag in volgorde van uw programma. 1, 2, 4, binnen de tijd 23.10. En dan gaan we kijken naar deze twee hondjes. En dan zijn ze vertrokken met een mooi vertrek voor die Blue Sky. Blue Sky pakt die koppositie ter stierteen op een tweede plaats, maar die blijft mooi aan het achterwerk hangen. Er komt een klein beetje lucht tussen, maar het is toch die Blue Sky die daar dan een grotere voorsprong op gaat houden. Heel mooi gevolgd, geteen nog steeds daar heel mooi op die tweede plaats. En dan hier op het laatste rechtstuk, u krijgt zo de uitslag. Koers nummer 5 van de Blue Sky van de familie Valkens. Als eerste in de tijd van 23.04. En als tweede was het 13 van de familie Van der Werden in 23.37.
Volg uw programma 1-2 winnende tijd 23-04. Dit was koers nummer 5. We gaan nu naar koers nummer 6. Timo van de familie Vermeulen onder het rode rendek. Kasri van de familie Tiemensen onder blauw. En Kasmin ook van de familie Tiemensen onder het witte rendek. Al die langzaam ingereden tijd voor koers nummer 7. Naar onder blauw. En Shiva onder wit. De start is vrij voor koers nummer 6. Start zijn daar. En zijn ze wel. Oei, die Kasmin Kamsen, die pakt daar die koppositie. En krijgt gelijk die aanval van die honden blauw 2, Kasri. Kasri gaat de buiten mee met zich meetrekken in Tiamo. Tiamo heeft dan nu de koppositie ingenomen. Het Kasri op een tweede plaats, de Kasmin op een derde. Maar er wordt nog een aanval ingezet op die tweede plaats. Tiamo die is weg, die heeft die koppositie ingenomen. Maar op die tweede plaats, wie zal dat gaan worden? We gaan zo meteen de video bekijken voor u. U krijgt de uitslag. Uitslag koers nummer 6. Als eerste kwam over de streep de hond onder het rode rendek, Tiamo, in een tijd van 22.74. Als tweede was Kasri onder blauw in 23.53. En de hond onder het witte rendek, Kamsin, kwam binnen als derde in 23.54. Volgens uw programma 1, 2, 3, binnen tijd 22.74. We gaan nu naar koers nummer 7. Onder rode rendek Pink. Onder blauwe rendek Salona, de buitenstarter van de Philippe Gameren. En onder wit 3 Jiva uit België. Start is vrij voor koers nummer 7. Als u mij verstaan heeft. Ja. Dat zijn gegeven, koers nummer 7. En dan zijn ze vertrokken met een mooie vertrek voor de hond onder het rode rendek. Pink, Pink pakt die koppositie daar, goed gevolgd daar door Jiva. Jiva op een hele mooie tweede plaats, die klampt zij gelijk aan rood vast. En in de achterveld zien we blauw 2, die Salona. Maar nog steeds daar, die hond onder het rode rendek. Pink heeft die koppositie ingenomen. Het is Salona die toch daar, nee, de hond Shiva. Shiva die als hele mooie tweede, maar u krijgt de officiële uitslag van de jury. Uitslag koers nummer 7. Als eerste kwam over de streep Pink. In de tijd van 22.88. Shiva uit België was als tweede onder het witte rendek in 23.06. En Salona van de Vrienden van Gaander in 23.66 als derde. 1-3-2. De winnende tijd 22.88. Dit was koers 7. En dan gaan we nu door naar koers nummer 11. En in koers nummer 11 krijgen we onder het rode rendek Shai van de familie Gok. Onder blauw 2 Gerra Deluxe van de familie Vermeulen. En onder wit 3 Brindel van de familie Charmeus uit België onder het witte rendek. Start is vrij voor koers nummer 11. Start is vrij voor koers nummer 11. Een mooi vertrek voor de hond onder het rode rendek. Kai, Shai, die pakt die koppositie. Kijk eens, en dan zien we daar Sierra Deluxe en Brindel daar. En zwaar, maar dat is toch daar, die Brindel pakt dan die tweede plaats. En het is daar Sierra die op die derde plaats ligt. Nog kan die aanval ingezet worden op die koppositie van Kai. We gaan kijken hier, u hoort het zo meteen. Uitslag, koers nummer 11. Als eerste kwam over de gestreepte hond onder het rode rendek Shai van de familie Cox in 22.60. Als tweede was de Brindle 22.77 van de familie Charmeus. En als derde was Sierra Deluxe van de familie Vermeijden in 23.44. 1-3-2, winnende tijd 22.60. Vanaf deze kant is de start vrij voor koers nummer 17. Uta Baruka onder blauw en Vico onder het witte rendek. Start zijn is gegeven, dan gaan we kijken naar koers nummer 17.
En een heel mooi vertrek voor die hond onder zwart. Hey. Nee, blauw, sorry, neem me niet kwalijk. Utabaruka. Utabaruka pakt die koppositie, maar die komt niet aan Rico. En Rico zit op het vinkertouw en die wil er binnen door. En die gaat er binnen door. En we zien daar die hond fiek eronder op Twitter en denk daar op een deel van de manier. Kom op, weer dik erbij. En dan hier op het laatste rechte stuk gaan we kijken. Hoe komen die honden over de finishlijn? Dat hoort hier zo meteen van de jury. Uitslag koers nummer 17. Als eerste hond onder het rode rendek en Rico. Als eerste in de tijd van 22.56. Als tweede Utabaruka in 22.57. Als derde Vico in de tijd van 22.79. In volgorde van uw programma 1, 2, 3. Binnen de tijd 22.56. Nu koers nummer 18. Onder rood 1 Black Bullet. Onder blauw 2 Pink Panther. Onder wit 3 Rosie. En onder zwart 4 Nine. Als je langzaam mee gereden hebt voor koers 19, 12 onder rood. Vancouver onder blauw. Wilma onder wit. En Vala onder zwart. Start is vrij voor koers nummer 18. ...56. Nu Black Bullet, rood, Pink Panther, blauw, Rosie, wit, 9 onder het zwarte rendek. Het start zijn ze weer gegeven. En dan zijn ze vertrokken met een goed vertrek voor alle vier de honden. Maar het is daar aan de binnenkant het witte rendek. Nee, buiten mee komt blauw. En blauw pakt die koppositie. Dat is Pink Panther. Pink Panther op de koppositie. Rosie daar op een tweede plaats. Op de derde plaats zien we Black Bullet. En Nine zit daar achter. Maar die voorsprong van die hond. Daar op die koppositie. Dat is die Pink Panther. Dan krijg ik zo meteen de officiële uitslag. Uitslag koers nummer 18. Als eerste kwam over de streep de hond onder de blauwe rendek Pink Panther. In de tijd van 22.64. Als tweede was de Rosie, 22.99. Als derde rood Black Bullet, 23.17. En als vierde onder zwart 9 in de tijd van 23.55. Volgorde van uw programma 3, 1, 2, 4. Winnen de tijd 22.64. Dan zeggen we nu maken we koers nummer 19. 12 onder rood, Vancouver onder blauw, Wilma onder wit en Vala onder zwart. Hou u langzaam in gereedheid voor koers 20. Tunkwarai onder rood, Ten onder blauw, Moos onder wit en Taros Bomba onder het zwarte rendek. De start is vrij voor koers nummer 19. ...22.56, 22.64. Daar moet er één tijd bij komen. 3-4 natuurlijk in totaal, maar... Start zijn is daar. En zijn betrokken. Het is die Valor. Valor aan de binnenkant pakt die koppositie. 12 zit er op de vingertrouw en die zit daar op een tweede plaats. Er komt Wilma. Wilma gaat ook binnendoor. Die schuiven in één keer het hele veld voorbij en Wilma pakt die koppositie over. Wilma op kort, het is zwart 4. Wilma op een tweede plaats. Wit 3, daar staat er ook nog goed bij. U krijgt zo de uitslag als ik hem heb van de jury. Uitslag koers nummer 19. Als eerste Wilma in de tijd van 22.58. Als tweede Vancouver 23.09. Als derde 12, 23.20. En als vierde Valor en 23.39. Uitslag in volgorde van uw programma. 3, 2, 1, 4. Winnende tijd 22.58. Gaan we nu kijken naar de reuien 18,5 kilo en meer. Onder rood 1 Tanquray. Onder blauw 2 Ten. Onder wit 3 Moos. En onder zwart 4 Taras Bomba. Al uw langzame gereedheid voor koers 21. Barbarossa onder rood. Hugo onder blauw en Show Stealer onder het witte rendek. De start is vrij voor koers nummer 20. Zijn geplaatst.
En dan zijn ze vertrokken, maar dat moeten vertrekken. Voor die hond onder een blauwe rennek, die ten die zit aan de buitenkant, die krijgt binnen door die aanval van Tankouraai. Tankouraai aan de binnenkant pakt dan nu die koppositie. Ten op een tweede plaats en dan zien we zwaar gewicht tussen Mona en Terrassa Bomba. En dat is toch ja, een heel zwaar gewicht, maar die koppositie Tankouraai, die heeft die koppositie genomen. Die weet die denk ik vast te houden, want Ten komt misschien nog dichterbij. Maar die officiële uitslag krijgen we zometeen van de jury. Uitslagkoers nummer 20. Als eerste kwam over de streep de hond onder de rode rendek. Tankouraai. 21,79. Als tweede Ten, 21,85. Als derde Taras Bomba, 22,65. En als vierde Moos en 22,72. Uitslag in volgorde van uw programma, 1, 2, 4, 3. Binnen de tijd 21,79. Gaan we nu kijken naar koers 21, Barbarossa onder rood, Hugo onder blauw. En Showstealer onder het witte rendek. En hou je langzaam in gereedheid voor koers 22, Saïra. Koers vrij voor koers nummer 21 is de start vrij. En dan zijn ze vertrokken. Een mooi vertrek voor een blauw en rood rendek. Ja, ze botsten een beetje en wie profiteerde van die hond onder het wit rendek? Nee, dat is toch ook Barbarossa. Barbarossa pakt de koppositie. Gevolgd daar die hond onder de blauwe rendek, Hugo. Hugo op een tweede plek. En het is die Showstealer op een derde plaats. En als het zo blijft, dan zullen we gaan kijken. Natuurlijk, heel belangrijk is die tijd. Dan komt hij dan, die Barbarossa hier als eerste. Maar officieel hoort hij dat zo meteen. Uitslagkoers nummer 21. Als eerste komen we de streep onder de rode rendek Barbarossa. De tijd 22.32. Als tweede was het Hugo onder blauw 23.05. En als derde was het Showstealer in 23.35. Volgens uw programma 1, 2, 3, 22, 32. Rooi rendek, Vanilla Blue Sky, onder blauw 2 Britney, onder wit 3 Viper, onder zwart 4 Triton, onder geel 5 Janita, en dat is de A-finale, die zal gaan op het dek. Het vlak wordt de handen genomen. De eigenaar kunnen naar voren komen en wij gaan kijken naar de eerste finale. Handen zijn geplaatst, startsein is gegeven, het velletje is weg en dan gaan we kijken. En dan zijn ze vertrokken met een heel vertrek aan de binnenkant van de hond onder geel 5 en dat is Janita. Janita valt een hele goede start, valt nu even terug en we gaan kijken. Wie is blauw 2, blauw 2, Britney. Britney heeft de koppositie ingenomen. Maar waar blijft die hond onder rood, die Sky, die moet er wel gaan komen. Maar het is nog steeds die Britney. Britney heeft die voorsprong opgebouwd. En dan gaat hij om die A-finale, dan gaat hij om dat hele mooie eredek, dames en heren. En dan komen ze de laatste rechte stuk op. En dan krijgt u straks de uitslag als ik hem heb van de jury. Tiamo, Peng, Shiva, Kashri, Kamchir en Shalom. Honden zijn geplaatst en is gegeven. En we gaan kijken naar deze finale. En dan worden ze vertrokken. Maar goed vertrek wordt die hond onder het zwarte rendek. En dan is die Kashmi. Kashmi pakt daar de kop, zit hier binnen, komt rood 1 Tiamo. Tiamo komt binnen door. Maar kijk, die hond onder zwart 4 en dan nog op een tweede plaats liggen. En de rest van het veld schuift nog een keer in elkaar. Rood 1 Tiamo. Die is weg met zijn meetrekken. Die zwart 4 Kashmi. En wie komt dan op die derde plaats? Hier de laatste boot door. En dan komt die hond onder het blauwe rendek. En dat is Pink. Pink kon er geen zeer, zeg ik, opzetten. Maar die officiële uitslag krijgt u van de jury, als ik hem heb. Wordt u straks bij mij bij de huldiging. En dan kunnen wij gaan huldigen de finales bij de Wippert Steven koers nummer 24. En dit is de A-finale, zoals het in mijn programma staat. En dan gaan we dus, ja, ik zag hem niet, daarom zei ik het maar eventjes. Winnaar in een tijd van 22.50. De hond die startte onder het blauwe rendek. Britney. Britney van mevrouw of de heer Willems. Zet hem maar eens, meneer Willems, zet hem maar eens mooi neer op dat hoogste erepodium. Een hele mooie tijd, 22.50. Grandioos mooi gelopen. Winnaar van de derby hier in Rotterdam. Kijk eens eventjes, daar worden de foto's weer gemaakt.
Alles kunnen wij straks weer terugvinden op Facebook. Nogmaals, eigenaar van Brittany, hartelijk gefeliciteerd met deze mooie overwinning. En de prijzen worden omgehangen door onze penningmeester. Kijk eens aan, en nog een keer naar proberen. Proficiat, hartelijk gefeliciteerd. Als tweede staat het onder rood 1. Vanilla Blue Sky, van de familie Valkens uit België. Hij zat vast met de start, hij kon er niet uitkomen. Maar toch nog een hele mooie tijd, Michel. Een 23.12, een mooie tweede plaats. Hartelijk gefeliciteerd. En ook zijn vrouwtje hier in het vuurhuis, proficiat. Als derde startend onder zwart 4, Terteen. Terteen van de familie Van de Werde. Ook al bekend in onze sport. Een hele mooie derde plaats. Hartelijk gefeliciteerd. In een tijd van 23.28. Ook u hartelijk gefeliciteerd. Dan gaan we als vierde. Viper. En Viper staat op naam van de familie Hultstein. Een hele mooie vierde plaats. Proficiat. De tijd 23.31. Hartelijk gefeliciteerd. Proficiat. En als vijfde, Janita. Janita. Hé, waar staat dan? Hartelijk gefeliciteerd, Danny. En natuurlijk je vrouw ook. 23.85. Hartelijk gefeliciteerd. Goed weggestartend. Een hele mooie vijfde plaats. Maar speciale felicitaties. De winnaar, Brittany. En natuurlijk een hartelijk applaus. B-finale, de koers nummer 26. Vancouver van de familie Kasteleins onder rood, onder blauw 2. Vico van de familie Timmissen, mevrouw Timmissen onder wit 3. Rosie van de familie Versluis onder zwart 4. Valor van Freddy Lapré. En onder geel 5, 9 van de familie Van de Werde. Vanaf deze kant is er alles in gereedheid gebracht. Vanaf deze kant is de start vrij. Ze hebben geplaatst, ze hebben geloot. Ze gaan nu plaatsen, dames en heren, koers nummer 26. Deuren zijn gesloten. En dan zijn ze vertrokken met een mooi vertrek voor de hond onder wit. En dat is Rosie. Rosie die pakt daar de koppositie. Kijk hem daar aan, die Rosie. En die is van de familie Versluis. Die pakt op daar de koppositie. Op de tweede plaats geel 5. En dat is 9. 9 op de tweede plaats. En dat is, daar komt ook blauw 2 naar groen op zetten. Vico. Vico gaat de aanval een keer en zet de wil binnendoor. Waar blijft Vancouver onder dat rode rendek? We gaan kijken. U krijgt straks de uitslag als ik hem heb van de jury.
Precies, de winnaar van vandaag, Tiamo, geeft die allemaal een grandioos applaus. Na koers 27, onder het rode rendek, Enrico van de familie Berkenbosch uit Duitsland. Hey, onder blauw 2, Uta Baruka, Hermien Kok, onder wit 3, Wilma, familie Visser, onder zwart 4, Black Bullet, familie Keulemans, België, onder geel 5, Pink Panther van de familie Brok en onder zwart-wit gestreep 6, 12 van de familie Van der Werden. Meneer Visser is onderweg en als meneer Visser is gearriveerd, Arie is vanaf deze kant de start vrij. De Baruka, Wilma, Black Bullet, Black Panther en 12 Hurde. A-finale, koers nummer 27. Eigenaren komen met de honden naar voren. De deuren zijn gesloten, het startsein is gegeven. En wij kunnen gaan kijken. Dan zijn ze vertrokken aan de binnenkant. De hond onder geel 5. Binnenkant pakt daar die koppositie. Buitenomheen komt de aanval van de grote. Groot komt de buitenomheen. Dat is Enrico. En Enrico gaat de aanval inzetten. Maar dan steeds die hond onder zwart 4. Die Black Bullet. In één keer valt hij daar weg. Nee, hij gaat door. En buitenomheen komt geel 5. Big Panther. Dan gaan we kijken. Dat wordt een zeer spannende strijd. Hier op de laatste weg. En de wieg komt langs adem. Oei. Fotofinish. Onder wit 3 startende Rosie. Rosie van de familie Versluis. Oftewel van Annie. Annie en de andere jonge man van Versluis. De eerste in een tijd van 22,57. Hartelijk gefeliciteerd. Een hele mooie eerste plaats voor Rosie. Proficiat. Kijk eens wat mooi. Oi. Als tweede, Vico, startend onder blauw, van mevrouw Tiemensen, 23,01. Mevrouw Tiemensen, nogmaals hartelijk gefeliciteerd met die mooie tweede plaats van Vico. Als derde, Vancouver, van mevrouw en meneer Kasteleins, in een tijd van 23,02. Ja. Hartelijk gefeliciteerd met die mooie derde plaats. Proficiat. Als vierde, Nine van de familie Van der Werden. 23,11. Ook al een hele bekende in onze sport. Proficiat. En als vijfde, steeds bij Follower van Freddy Lapre. Hartelijk gefeliciteerd. Hij staat uit het boek van Wim Bok, maar hij is een Freddy. Proficiat en natuurlijk Wim ook hartelijk gefeliciteerd met jullie mooie vijfde plaats in een tijd van 23,65. Alle finalisten hartelijk gefeliciteerd, maar natuurlijk voor Rosie 22,57 geeft u ze een grandioos applaus. Met nummer 28, Kai onder rood en Brindel onder blauw. Ja. Oh ja, kan ook. Twee honden worden geplaatst in deze A-finale, dames en heren. Startsein is gegeven. En dan zijn ze vertrokken. Een mooi vertrek voor de hond onder blauw. Maar gelijk komt buiten omheen, komt Charlie. Die pakt daar een meterje voorsprong. Maar die blauwe twee, die Brundel, die klemt ze lekker daar aan vast. En dan met z'n tweeën gaan ze daar die derde en de vierde ook door.
mooie koersen daar vlak bij elkaar. En dan is het natuurlijk weer langs de adem, want we zagen die Berinder mooi aan de binnenkant blijven lopen. Maar de officiële uitslag krijgen we natuurlijk zelfs gewoon straks van de jury. Koers is gelopen worden en dan zien we hier de winnaar in een tijd van 22.88. En dat is de hond die startte onder geel 5. En dat is Pink Panther van de familie Brok. Zet hem maar eens mooi neer op het hoogste erepodium. Uw hond is hier te winnen in de tijd van 22.88. Ik heb hier vaak op de eerste plaats zien staan, maar vandaag was hier echt de beste, de snelste van allemaal. 22.88. En winnaar van hier de derby. En natuurlijk het mooie eredek. Omgehangen door Paul, onze penningmeester. Hier is het gele dekje even maar even af. Winnaar derby. Nogmaals, 22.88. Hartelijk gefeliciteerd. Als tweede staat het onder G5 Black Bullet van de familie Kullemans uit België. Ook u hartelijk gefeliciteerd. 22.91. Een hele mooie tweede plaats. Met die hond Black Bullet. Hartelijk gefeliciteerd. En natuurlijk de prijzen. Als derde, de hond die staat onder zwart-wit gestreept 6-12 van de familie van de Werde. 23.22. Ook u hartelijk gefeliciteerd met uw mooie derde plaats van 12. Proficiat. Als vierde, Uta Baruka van de Hermien Kok in de tijd van 23.34. Ook Hermien, hartelijk gefeliciteerd met je mooie vierde plaats van Uta Baruka. Als vijf staat het onder bij 3 Wilma. Wilma van meneer Visser, 23.36. Ook u weer hartelijk gefeliciteerd met die mooie vijfde plaats, proficiat. En als zesde Enrico van de familie Bergenbus uit Duitsland gratuleren. De tijd 23.96. De tijd 23.96 voor Enrico. Ook u hartelijk gefeliciteerd. Maar natuurlijk de winnaar, en dat is Big Panther. Geeft u hem een grandioos applaus. Dan gaan we ons eigen nu opmaken voor de B-finale bij de Wippers Reuen. Show Stealer van de familie Janik Tjek uit België. Eén hond in deze B-finale. En vanaf deze kant, Arie, de start is vrij. Start zijn is gegeven. En dan is die show stealer vertrokken. Het is altijd jammer, maar hij loopt hier in de B-finale. Hij loopt alleen in deze koers. En kijk hem daar gaan. Mooi koersend daar in het begin van die derde bocht. Hij ging de kleren een klein beetje rust erbij. Hij geeft ze natuurlijk altijd volop. De andere tijden waren 22.38 en 22.46. Wat zal deze tijd zijn? Dat horen wij straks van de jury. En dan zien we daar op het middentrein staan. Onder dat rode rendek. En dat is die Chai. Chai wees deze koers te winnen van mevrouw Kok. In de tijd van 22.38. Zet hem daar maar eens mooi neer op het hoogste erepodium. De penningmeester staat al op u te wachten. Stuur hem er even door. Ze is nieuw in de sport, ze weten allemaal niet zo goed. Maar je hond heeft toch mooi gewonnen, die Kushai. 22.38. Hartelijk gefeliciteerd. Met het behalen van deze titel. Winnaar. Derby. Hier in Rotterdam. En als tweede, een Gerald Brindle van die familie Zervers uit Zermeus uit België. In een tijd van 22.6. Dat kan niet.
22, 38, 22, 46. Ja, klopt wel. 22, 46. Ook u hartelijk gefeliciteerd. De foto's worden gemaakt en ze horen natuurlijk. A-finale. Tankouraai van de familie Poperije Bellerie. Onder rood, onder blauw. Ten van de familie Brok. Onder W3 Moos van de familie Keulemans uit België. Onder zwart 4 Barbarossa van de familie Ruis ook uit België. Onder geel 5 Taras Bomba van de familie De Jager uit België. En onder zwart wit gestreepte Oevo van de familie De Laat ook uit België. Nou, het is een Belgische aangelegenheid. De start is vrij. Kunnen we gaan kijken naar koers nummer 30. Onder de plaats. Oei, jongens, wat een gril. Zullen ze graag. Stadsen is daar. Dan zijn ze vertrokken. En een heel mooi vertrek voor die honden onder het rode rendek. Dank u, Raaien. U pakt daar die koppositie. Goed geholpen door blauw 2 ten. Ten zit op een hele mooie tweede plaats. Het is zwart 4. Barbarossa daar op een derde plaats. En die gaat die avond erin zetten. De rest van het veld zit in elkaar. En dan gaan we hier kijken. Daar, die voorsprong van die Tankouraai, die is wel heel groot. En wie zal die tweede, derde, vierde en vijfde worden? Dat wordt een zeer spannende uitslag. En we wachten daarop op de jury. Dit stond onder rood 1, Road Show Stealer van mevrouw Janicek uit België. Hartelijk gefeliciteerd. Hij heeft toch mooi gelopen in de tijd van 23.31. Hartelijk gefeliciteerd. Hier naar Rotterdam gekomen. En een mooie koers gelopen. En natuurlijk voor ook herinnering. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, en die ging hard. De tijd. 21.64. 21. Oh jongens, pas op. Blijf uit. 21.64. Voor Tankouraai. Van de familie Poperije. Zet hem maar eens mooi neer op dat hoogste erepodium. En kijk, ze trots zijn. Het is de laatste tijd, zijn ze er goed aan gewend. Maar vandaag ook weer hier in deze finale. 21.64. Kwam hier hij als eerste over de streep. En wist deze finale te winnen. Winnaar hier het eredek omgehangen. En nogmaals, vanaf deze kant, hartelijk gefeliciteerd met je mooie eerste plaats. Proficiat. Als tweede, startend onder het blauwe rendek, ten van de familie Brok, 21.99. Ook u vanaf deze kant hartelijk gefeliciteerd met die mooie tweede plaats. Proficiat. Als derde, startend onder zwart 4, Barbarossa. En in de tijd van 22.06. Ook uit België, hier op het hoogste erepodium. Hartelijk gefeliciteerd. Met die mooie derde plaats, Proficiat. Als vierde, Taras Bomba, familie De Jager, ook uit België. 22.77. Ook een bekende in onze sport. Hartelijk gefeliciteerd met jullie mooie vierde plaats, Proficiat. Als vijfde, Hugo, van de familie Dullard, 23.16. Niet praten. Hartelijk gefeliciteerd, 23.16 van Hugo. En als zesde, Moos van de familie Keulemans België,
in 23.22. Ook u nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Maar als winnaar in de tijd van 21.64, nog een keer grandioos applaus. Doen we met z'n allen. Bedankt, Curari. Dames en heren.